In deze video gaan we prefixen of voorvoegsels omzetten in het geval van vierkanten of kubieken. In het eerste voorbeeld wil ik 712 kubieke kilometer noteren in kubieke meter. Ik moet dus gewoon het voorvoegsel wegwerken. Het wordt 712 maal een macht van 10. Kilo, 10 tot de derde. Maar stel je niet kilo, er staat kilo tot de derde. Dus ook deze macht van 10 moet ik tot de derde doen. Het wordt 712 maal 10 tot de macht, 10 tot de derde, tot de derde, dan moet ik de machten vermenigvuldigen. Het wordt 10 tot de macht 3 maal 3 is 10 tot de macht 9. Merk op, kilo is veel groter dan gewoon kubieke meter, dus ik krijg hier een positieve macht. In het volgende voorbeeld wil ik 62 vierkante centimeter omzetten in vierkante meter. Ook hier moet ik gewoon weer het voorvoegsel wegwerken. Mijn getal wordt 62 maal een macht van 10. Die macht van 10, centi, is 10 tot de min 2. Er staat niet centi, er staat centi tot de 2. Dus deze macht van 10 moet ik tot de 2 doen. Dit wordt 62 maal 10 tot de macht min 2 maal 2, 10 tot de macht min 4. Merk op, centi is kleiner dan gewoon vierkante meter, dus mijn macht is hier negatief. In het volgende voorbeeld wil ik 0,12 kubieke megameter omzetten in kubieke kilometer. Mega is 10 tot de zesde. Er staat niet zomaar mega, er staat mega tot de derde. Dus 10 tot de zesde tot de derde is 10 tot de macht 6 maal 3 is 10 tot de macht 18. Kilo is 10 tot de derde. Maar kilo tot de derde is 10 tot de derde. Tot de derde is 10 tot de macht 3 maal 3 is 10 tot de negende. Ik moet dus 10 tot de achttiende schrijven als iets maal 10 tot de negende. Wat is die iets? Wel, die iets is 10 tot de negende, want 10 tot de negende maal 10 tot de negende is 10 tot de achttiende. 9 plus 9 is 18. Mijn getal wordt dus 0,12 maal 10 tot de negende kubieke kilometer. Merk op, mega is ook weer groter dan kilo. Ik krijg hier een positieve macht. In het volgende voorbeeld wil ik 13 vierkante micrometer omzetten in vierkante centimeter. Micro is 10 tot de min zesde. Er staat micro tot de tweede, dus 10 tot de min zesde tot de tweede is 10 tot de macht min 6 maal 2 is 10 tot de macht min 12. Centi is 10 tot de min 2. Tot de 2 is 10 tot de macht min 2 maal 2 is 10 tot de macht min 4. Ik moet dus 10 tot de macht min 12 schrijven als iets maal 10 tot de macht min 4. Wat is die iets? Die iets is 10 tot de min 8. Want min 8 plus min 4 is min 12. Dus ik krijg 13 maal 10 tot de min 8. Merk op, er staat hier micro, er staat hier centi. Micro is kleiner dan centi, dus ik krijg hier een negatieve macht.